Mijn naam is Gerry Jielissen. Ik ben geboren in 1963 in het plaatsje Beuge-Noord-Brabant. Van hieruit ben ik mijn carrière als kunstenaar begonnen. Eerst de haven gedaan en toen ben ik naar Nijmegen, naar de kunstacademie met de lerarenopleiding. Dus die heb ik in Nijmegen afgemaakt. Dat heette toen Interstudie, als ik het goed heb. Dat heb ik 4 jaar gedaan en daarna ben ik naar Duitsland gegaan en heb ik les gehad van een bekende kunstenaar, zijn naam is professor Marcus Lubert. En daar heb ik de opleiding Master Schüler gedaan. Dus echt in leer bij een meester. En van daaruit ben ik zelf gaan mijn kunst over de hele wereld, want ik heb niet alleen Nederland gedaan, ik ben daarna naar Italië gegaan en van daaruit ben ik mijn eigen artistieke wereld gaan creëren. Toen ik klein was, toen was ik natuurlijk al veel aan het tekenen. Ik heb veel stripverhalen gelezen en van daaruit is het natuurlijk misschien ook ontstaan. Maar het zat diep in mijn innerlijk dat ik met de kunst aan de slag wilde gaan. Het is voor mij nooit geweest dat ik daar diep over na heb moeten denken om kunstenaar te willen worden. Dat is van mezelf ontstaan en ik ben nooit geadviseerd of leraar hebben gezet of onderwijzers hebben gezegd tegen mij, Gerry, je moet die richting op. Dat was vanzelfsprekend voor mij. Als je naar mijn eigen werk kijkt, zoals ik het zie, is een heel eigen handschrift wat in de kunstwereld ook herkenbaar is. Wat mij is natuurlijk hoofdmoot is schilderen met olieverf en heel expressief met heel veel grafische elementen. Zo kun je misschien mijn stijl omschrijven. Het is een zeer herkenbaar eigen handschrift met eigen vormentaal en ook een eigen manier van iets in een vlak zetten. In die tijd toen ik van school kwam, toen heb ik mijn wereld meteen niet alleen op Nederland geconcentreerd, maar meteen ook in het buitenland ben ik aan de slag gegaan. Door exposities te organiseren en heel veel te schilderen en veel te maken. Doordat ik die exposities op verschillende plekken in de wereld organiseerde en maakte, kwam er langzaam natuurlijk dat mensen interesse in mijn werk kregen. Er werd geschreven in tijdschriften, in kranten kwam ik langzaam te staan. Doeken werden geveild op de veiling. En van daaruit heb ik vrij snel, en toen was het is natuurlijk een groot verschil, misschien met nu, omdat het nu een crisistijd is, waar veel kunstenaars heel veel problemen mee hebben als ze opnieuw beginnen of als ze jong zijn. Toen ben ik vrij snel in het hele geheel als kunstverkoop en het kunstcircuit terechtgekomen. Als kunstenaar is het een hele lange weg om te gaan, dus je moet er alles voor over hebben. Al mijn geld en alles wat ik had ging daarin, dus het is echt een lange weg om te gaan, maar je moet er wel alles voor over hebben om dat te doen. En van daaruit ben ik natuurlijk langzaam gaan groeien en werd ik bekender. Ben ik gevraagd voor de musicals Michel Gone, Phantom of the Opera, Sissy. Daar heb ik schilderijen voor gemaakt en van daaruit word je natuurlijk weer bekender, want dat was bekend bijvoorbeeld in Nederland. Het is altijd hard werken en ook nu nog gewoon doorgaan en in je dingen geloven, dat is het allerbelangrijkste. Ik werk heel expressief, dus ik ben niet iemand aan het schilderen zoals een schilder die heel fijn schildert en rustig schildert. Ik ben heel expressief, heel veel aan het lopen, aan verschillende projecten, verschillende schilderijen tegelijk of aan een beeld werken. En tijdens dat werken ontstaat er iets. En dan kan het zo zijn dat je uren aan het schilderen bent. Ik heb ook meegemaakt dat ik gewoon de hele dag aan het schilderen ben, en 's nachts door. Dan zit ik in een eigen wereld. Mijn gevoel kan zijn, ik ben boos. Mijn gevoel kan zijn, ik ben gelukkig. Mijn gevoel kan zijn, ik ben in de war. Dus ik kan van Hosanna of Dus er zijn allerlei soorten manieren. Ik roep het niet op. Ik kan het niet toveren, dat ontstaat. En dat heeft te maken met waar je aan werkt. Al die aspecten die in een mens zitten, die probeer je natuurlijk eruit te halen met je kunst. Er heerst altijd een gevoel op het eind van een schilderij, als ik het klaar heb,
dat het voor mij nog niet echt af is, dat ik weer verder wil. De titel van de hele expositie is A Hedge to Another World. Dus ik wil hier laten zien, probeer ik mensen te laten zien, door middel van, je kruipt door een luik naar mijn wereld, wat je hier ziet. Dus het is mijn wereld die ik gecreëerd heb. En daar zie je olieverfschilderijen in, beelden, glassculpturen, houtsculpturen, tekeningen. En dat is mijn wereld die ik wil laten zien aan de buitenwereld. De toekomst is voor mij niet interessant. Ik zie wel, ik leef van dag te dag, ik werk aan mijn dingen en wat daaruit voortvloeit, dat is misschien wel de mysterie die nog gaat ontstaan.